Nederlandse team met Edward Gal, met Laurens van Lieren en Ankie van Gunsven. Dinsdag en woensdag in de landenwedstrijd van de dressuur van dit wereldkampioenschap. Een Amazone die de laatste jaren geweldig naar boven is gekomen. Een mare bred by Singular Yota. The dam sire is Werther, coming from breeding area Hannover. Ja, dit is een veel meer damespaard. Ja, prachtig paard ook, hè? Ja. Dit is ook een prachtig paard. En ook een top Amazone, hè? Ja. Absolute top Amazone. Maar eentje, zoals jij het dan altijd uitdrukt, die de berg opgereden moet worden. Ja. Ja. Het enorme aantal publiek, hoe stil ze zijn, hè? Ja. Fantastisch. Zie je haar braaf zeggen, haar paard op de gemak stellen. Je ziet haar praten. Hij trekt de hand omhoog. Ja. Hupsakee. Die vertraging eventjes, hè? Ook in de muziek en ook in het paard, ook in het bewegen. Ja, dit is wat ik bedoel, hè? Dit is de muziek en de beweging van het paard en de oefening die bij elkaar hoort. Ik blijf er ook bij dat deze muziek veel subtieler is dan dat je daar een knoerend van een orkest achter zet. Natuurlijk. Ja jongens, wat is dit mooi zeg. Ik ga er niet alleen komen omdat ik Hollander ben, dat ik dit 10 keer mooier vind dan wat ik net gezien heb. Ja. Muziek uit Pomp en Circumstances. Die wissel van de linker naar de rechter. Of van de rechter naar de linker. Dan zit je anders op het beeld te kijken. Traaf. Veel met zijn neus achter de loodlijn komen. Hè? Want dat wordt natuurlijk ook afgestraft. Prachtig, 2 pirouettes achter elkaar. Hè? Je moet ietsje meer met zijn neus eruit. Hè? Hoogtepunt tussen de oren blijven. Hé, hey, dan liep het even mis. Ja.
was er net even langer bezig voordat die stap muziek begon, hè? Ja. En dat zijn dingen die zien ze wel en dat kun je ook duidelijk zien, hè? Overstap. Ja, dit is uitgestrekte stap. Ja, begon ze ook weer iets te laat, hè? Maar onthoud eens even, hoe oud is dat kind helemaal? Achterin de twintig. En... Hoe lang rijdt zij dressuur op dit allerhoogste niveau? Die weert zich toch als een knop. Ja, geweldig joh. Geweldig. Dit is. Eens kijken daar. Ja, een top Amazone. En door die goede relatie van die dressuurruiters tegenwoordig, hè, traint het allemaal met elkaar. Hè? Ze traint ook met Ankie en met Chef. Terwijl haar moeder toch ook een absolute top Amazone is, maar ze kunnen allemaal zo goed met. Dat bestond vroeger niet. Elephants Bathurst on Sunrise. Geweldig. Ik waag me niet meer aan. Want het is zo ingewikkeld in Duitsland, dat durf ik niet meer te zeggen. Als ik zeg dat ik dit mooier vond als van Kemmen, dan lachen ze me uit daar. Maar dat moet toch ook. Paar kleine dingen gezien waarvan ik dacht, jammer, even te vlug, even de overgang gemist in een verkeerde tempi. En ietsje erachter, dat mag natuurlijk ook niet voorkomen. Maar als ik dan 78 voor de vorige heb, dan praat ik toch minimaal over 4,75 ook bij haar. En misschien wel een puntje hoger nog boven die Mexicaanse 76. Jongen, wat een mens. Ongelooflijk. Ik hoop dat die Salinero dus straks niet gek wordt met al die mensen eromheen en het lawaai. He? Nou, hij mag gek worden als het maar aan de afloop is. Ja, ja, maar dan nog. Maar hij is toch een beetje gespannen. Ja, maar ik heb toch voor dit kind heb ik een heilig respect. Ja, ik ook. Ja, dat vind ik fantastisch. 76. Zie je net een puntje hoger. Ja, dat heb ik toch maar zin. En dat betekent op dit moment een derde plek. At H 149.5. At C 152. At M 159.5. Ja, net boven die Mexicaanse en net onder Kemmer en 764 points equal to 76.4. Die paar kleine foutjes die ze had, betekent. Kijk, hier kun je mee leven, want een beetje erachter mag niet. Ja. En een paar keer een overgang die niet conform de muziek, synchrone muziek was. Dat kan natuurlijk ook. Salieri. Komen er voor de volgende pauze nog twee. Dat is Salieri met Sylvia Ikle uit Zwitserland. En Jan Brink uit Zweden.